Net een lekkere steak tartare gegeten. En wat beter als afsluiten met een lekker wijntje van de Goudenberg, Le Mondard. En we gaan nu op zoek naar het beste plekje en dan kraken we dat flesje. Bon, Dries, we lopen hier letterlijk tussen de wijnranken van het flesje dat je in je handen hebt. Jij bent hier bij wijze van spreken een kind aan huis. Kind aan huis, niet een man aan huis. Je bent een fucking kind. Vertel mij alsjeblieft een petit peu van Le Mondard La Perle Noire. De Perle Noire, dat is de wijn die wij gaan drinken, dat is een assemblage. Dat wil dus zeggen dat er verschillende druiven gemengd zijn in deze wijn. Dat is een heel toegankelijk wijntje, maar zeker voor een zonneke is dat een van de best betere. We zitten hier in de Valais, dat is het extende van het Rhône gedeelte. De Rhône is bekend voor de goede wijnen van de Bourgogne. Maar hier is de kwaliteit nog beter. Jammer genoeg zien we dat niet in de winkels bij ons, want de Zwitsers zuiven al hun eigen wijnen. Snap ik wel, snap ik wel. Als ik mag uitgaan van de smaken dat ik van de week al heb geproefd, vermoed ik dat mijn verwachtingen opnieuw los zullen ingelost worden. Ik ben er zeker van, zeker omdat hier zijn dat gewoon ranke Pinot Noir naast ons. Pinot Noir is ook een druif dat ze hierin hebben verwerkt. Waarom de fuck liggen er hier escargots?